we gaan vandaag pompoenen snijden. En nog meer pitten eruit. En ogen, neuzen, mond. En alles moet leeg. En dan komt er een kaarsje in oogjes en alles erop. Kees, Siska en Rasni werken op activiteitencentrum Dorrepaal in Leidschendam. Eenmaal per jaar worden er op Dorrepaal door kinderen pompoenen gesneden voor het Halloweenfeest. Siska, Kees en Rasni leren de kinderen hoe zij dat moeten doen. Je moest in het begin met dit mesje over die lijnen hier snijden. En dan moest dit eraf kunnen, zo. Ja. En dan moet je hierin, moet je het zo gaan eruit halen. Al die draadjes en pitjes. Goed zo. En daarna moet je dit, die mondjes en de ogen en de neus, die moet je erop gaan tekenen. En dadelijk moet je daarna met een mesje moet je het eruit snijden. Ja. En dan moet er nog in de bovenkant moet er een gat voor de lichtje. Ja, voor het lichtje wat erin komt. En dan als hij erin is, dat is nu even niet, maar dan gaat hij uit de ogen en de neus en de mond gaat hij licht geven.